Yvonne van Duin, onderneemster van Albert Heijn Warmehuizen, heeft vrijdagmiddag namens de winkel het supermarkt keurmerk gekregen uit handen van Bram de Jong, voorzitter van Vakcentrum. Het keurmerk wordt uitgereikt aan zelfstandige supermarktondernemers die lokaal betrokken zijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Yvonne nam het keurmerk in ontvangst onder toeziend oog van wethouder Simco Kruijer. Haar zoon, Luc Beemsterboer, bedrijfsleider bij de supermarkt, bevestigde het keurmerk aan de muur van de winkel. We vragen aan Luc waar de winkel aan moest voldoen om het keurmerk te krijgen. Het gaat eigenlijk om 7 punten waarvan wij eigenlijk de lokale betrokkenheid de meest belangrijke vinden. Dus wij zijn letterlijk het middelpunt van het dorp hier. Zo zien we het ook. We hebben heel veel medewerkers die hier uit het dorp komen. Zijn er ook heel lokaal bij betrokken. En dat is eigenlijk waar wij een heel groot deel van onze tijd aan besteden. De Albert Heijn Warmehuizen heeft naast het gekregen keurmerk nog meer reden voor een feestje. De supermarkt viert zaterdag 19 augustus haar 80-jarig bestaan. Is de winkel altijd een familiebedrijf gebleven? Ja, dat is zeker een familiebedrijf en dat is niet alleen in de leiding zo, want ook heel veel familie van ons werkt bij ons. Chris Kamper is onder andere de manager operatie, tante Ellen zit nog achter de kassa, mijn kinderen zijn broers en zus. Die werken ook gewoon allemaal parttime bij ons in de zaak en ook diverse neven en nichtjes van mij. Dus het is meestal vaak het eerste baantje wat je hebt, begin je in het familiebedrijf. Hoe vind je het om met je familie te werken? Nou, dat heeft soms uitdagingen. Het gaat natuurlijk altijd over het bedrijf. Maar we hebben met z'n allen zo'n commitment erop. Dat, ja, het is gewoon hartstikke leuk. We bouwen met z'n allen echt aan iets moois. Ja, Yvonne, 80 jaar de supermarkt. Komen er nog acties? We gaan een jaar lang acties voeren. Met onze klanten, met onze medewerkers gaan we dat vieren. We gaan straks starten met het prijzenfestival. Dat is wel een bekend iets, dat hebben we al vaker gedaan. En dan gaan we in oktober verder met de sportplaatjesactie. Dus lokale betrokkenheid met sport. Nou, zo gaan we eigenlijk gewoon het hele jaar door. En we gaan volgend jaar echt een spetterende actie doen. Maar goed, dat laten we nog even een verrassing zijn. Maar ook, dat gaan we ook lokaal doen met lokale ondernemers. Dat vinden we ook heel belangrijk. Ja, officieel zijn jullie morgen eigenlijk jarig met de 80 jaar. Is er morgen nog een speciaal verjaardagscadeau voor de klanten? Morgen krijgen alle klanten bij ons een cadeautje mee. Dat is gewoon echt een bedankje voor alle klanditie de afgelopen 80 jaar. Dat is hoe we het gaan vieren. Ook staat ons prachtig 80 bier, lokaal gebrouwen door het Bolletjescafé hier in het dorp. Staat bij ons in de winkel. Kunnen klanten meenemen, kopen en thuis van gaan genieten. Bij de overhandiging van het keurmerk is toevallig iemand aanwezig die 80 jaar geleden bij de opening van de winkel aanwezig was. Nou komen we toevallig de hele familie tegen dat het 80 jaar bestaan en dat dat even gevierd wordt. En dan zaten we nog even op de koffie met gebak hier. Nou, hoe leuk kan het zijn? En ik hou van warmhuizen. Ik was 12 dat ik hier kwam wonen tot mijn 15e. En de familie Beemsterboer ben ik in huis geweest. Maar ik vond dit bijzonder om dit mee te maken. Hoe was het eigenlijk bij de opening 80 jaar geleden? Nou ja, ik zag die meneer Simon van Duin, een grote, lange man. Heel eenvoudig was het allemaal. En nou kom ik hier en dan ontmoet ik de mensen met 80 jaar later. Nou, dat is, hè, dit zijn allemaal nakomelingen, maar ze hebben het allemaal fantastisch voor elkaar hier. Het ziet er allemaal geweldig uit. Je moest zelfs huilen. Ik moest huilen, ja, echt. Hè? En leuk dat mijn zoon dat gedaan heeft, maar dat is louter toeval hoor. Hè? Want we zouden nog wat eten. Nou, ik zei, we gaan eerst hier verbinden. En daar staan die mensen. Ik wil van jou nog even weten. Wat is voor jou het hoogtepunt in al die jaren dat jij al bij de winkel betrokken bent? Het hoogtepunt was denk ik wel dat we uiteindelijk het mooiste supermarkt van Nederland zijn geworden. Omdat dat echt mijn grote doel was. En dat helemaal is uitgekomen zoals ik het graag wilde hebben. En dat dat eigenlijk de basis is van alle keuzes die wij maken. Wij maken telkens gewoon keuzes op basis van kwaliteit. Wat doet het met onze medewerkers en wat doet het met onze klant? En dat is waar onze visie, missie, waar wij in geloven. En dat gaan we nog 80 jaar doen.